en welkom bij weer een spiksplinter nieuwe Science Saturday video. Ik heb zo enorm veel zin in de video van vandaag, want ik ga iets heel erg leuks maken. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we natuurlijk de like op proberen te halen. En deze wordt best wel lastig, want hij is vrij hoog. Maar ik denk dat we voor de 16.714 gaan. En daar heb ik natuurlijk al jullie hulp voor nodig. Dus geef het zeker eventjes een dikke vette duim omhoog. En zorg er ook meteen eventjes voor dat je op dat belletje klikt dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload. En hoef je er dus nooit meer eentje te missen. En dan kun je er ook meteen bij zeggen dat je bij de hashtag notificatiesquad hoort. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken. En laten we beginnen. Zoals je kunt zien heb ik hier al mijn slijmgereedschap voor me. En dat is omdat we in deze video vloomslijm gaan maken. Ik ga je laten zien hoe je dat nou precies moet doen. En ik heb er zo ontzettend lang naar uitgekeken. En vandaag is het eindelijk zover. Vloom is namelijk slijm met kleine piepschuime balletjes erin. En het geeft zo'n apart effect. Het lijkt eigenlijk een beetje op klei. Dus dat is natuurlijk wel heel erg tof. Het allereerste wat we wel moeten doen is gewoon wat lijm in deze bak stoppen. Dus here we go. Dit wordt het eerste flesje dat ik hierin stop. Zo. Dan is het tijd voor nummer 2 en 3. Woep. Oh my goodness. En dan gooi ik er nog een vierde flesje in. Want ik maak liever te veel dan te weinig. Dus deze maken we nog eventjes leeg. Hier zo in het bakje. En dan is het vervolgens tijd voor de volgende stap. En dat wordt kleurstof toevoegen. Ik heb gekozen voor een prachtige felblauwe kleur. Want ik hou gewoon ontzettend veel van blauw. En ik denk dat het wel heel erg mooi zal staan met de piepschuimenballetjes. Dus daar gaan we. Ik heb geen idee hoeveel ik moet toevoegen. Maar we doen zoiets. Kan er altijd nog meer bij. En dan ga ik natuurlijk nu roeren. Oh jongens, ik ben benieuwd. Wow, dat ziet er zo gaaf uit. Kijk hoe tof dat is. Het lijkt wel een beetje op een knikker zo op deze manier. Maar we gaan nog eventjes door met roeren. Weet je waar het eigenlijk een beetje op lijkt? Op dat schoonmaakspul dat je in een wc stopt. Oké, ik denk dat het uiteindelijk wel wat leuker zal worden als het slijm is. Nou, ik vind dit wel helemaal prachtig zo op deze manier. Dus dan gaan we door naar het toevoegen van het glitter, jongens. En jullie kennen me natuurlijk. Dat is mijn favoriete gedeelte van het maken van slijm. Dus ik heb gekozen voor een hele prachtige zilveren glitter. Want ik denk dat dat er echt heel erg mooi uit zal zien met deze blauwe kleur. Dus ik ga deze openmaken en dan heel voorzichtig het glitter erin strooien. Spannend! En yes! Oh, het is alsof het aan het sneeuwen is. Prachtige zilveren glittersneeuw. Woehoehoe. Oké. Ik maak er een mooi laag hier bovenop. En yes! Oh my god! Ah! Dit voelt zo geweldig. Misschien is dit wel te veel. Nou, we gaan nog eventjes flink roeren zo. Ah, dat kan natuurlijk niet. Je kan nooit te veel glitters hebben. Kijk hoe prachtig het is hier zo nu met de lichtval erop. Wow, I love it jongens. Dit is echt geweldig. Dan ga ik deze weer eventjes dichtmaken. En dan gaan we door naar de volgende stap. Het is nu tijd voor de contactlens vloeistof. En dat ga ik erbij stoppen. En op deze manier wordt het slijm. En jullie hebben waarschijnlijk wel genoeg slijmvideo's gezien om te weten wat er nu gaat gebeuren. Het wordt steeds dikker. Oh my god. Ik hou ervan. Ik wil het eigenlijk nu al aanraken, maar dat is nog niet zo'n slim idee. Eerst nog een beetje doorroeren. Wow, het is zo ongelooflijk slijmerig geworden, jongens. Dit is helemaal geweldig. Hij is alleen nog best wel plakkerig. Hij komt een beetje zo van de zijkanten af. Dus ik denk dat ik er nog wel een klein beetje van dit spul in kan doen. Zo. En dan is het misschien wel tijd om er met mijn handen aan te gaan zitten. Oh nee, ik vind het altijd zo lastig in het begin. Ik ga het er maar gewoon eventjes bij pakken. Oh my goodness. Ik ga het proberen hier zo op de tafel te leggen. Nee! Ik denk dat ik er nog wel wat meer lenzenvloeistof had moeten instoppen. Oh nee, dit is nog te plakkerig om mee te werken, jongens. Oh my god, nee! Ietsje te vroeg gesproken. Beetje te enthousiast, jongens. Het ding met deze slijm is dat het wel een beetje plakkerig moet blijven. Want anders blijven de piepschuime balletjes er zometeen niet meer aan plakken. Dus het is wel lastig om mee te werken zo op je handen. Maar ik ga het maar gewoon eventjes zo neerleggen op de tafel. Yes! En... nou, het is op zich wel een hele mooie, toffe slijm geworden. Zo. Oh my god, het is wel gewoon leuk om ermee te spelen. Eventjes. Dan pak ik het weer op. Yes. En dan stop ik het snel in de kom. Joep. En dan is het nu tijd voor het echte super toffe gedeelte. Ik ga er namelijk een nieuwe kom bij pakken. Tada! En vervolgens de piepschuime balletjes. En deze ga ik allemaal toevoegen aan deze kom. Dus ik ga hem eventjes openmaken. Yes! Wow! Oh my god! Dat ziet er zo gaaf uit! Zo!
Deze zak is leeg. En dan gaan we door naar het volgende zakje. Want ja, je kan niet genoeg balletjes hebben. Here we go. Wow. Het vliegt alle kanten op, jongens. Nou, dat wordt stofzuigen zo meteen. Ik pak de bak met slijm er weer eventjes bij. Ik denk dat deze hele blob met slijm misschien te veel is zo in één keer. Maar je kan altijd nog meer toevoegen. Zo. En dan gaan we het hier in deze bak met deze balletjes stoppen. Oh my god. Wow, jongens. Dit is zo geweldig. Ah, yes. Yes, hij is nu lekker aan het badderen in al deze balletjes. Zo. En dan ga ik er nu met mijn handen in. Oeh, hoe, hoe. Want het moet natuurlijk wel echt helemaal aan het slijm zitten. Oh my god. Dat is zo gaaf. Het voelt zo heerlijk aan. Dan ga ik het er allemaal een beetje in verwerken. Zo. En als ik dat heb gedaan, dan stop ik het er weer terug in. Zo, op deze manier. Dat het een groot oppervlak heeft om nog meer van deze balletjes erin te krijgen. Yes. Kijk, en nu is het weer een hele nieuwe plak met balletjes op de slijm. Dit voelt zo heerlijk aan, jongens. Ik kan het gewoon niet omschrijven. Oh, zo lekker zacht. Maar ook een soort van pijnlijk aan je handen, maar dan goed pijn. Tadaa! Nou, hier ben ik weer. En kijk hoe enorm tof deze vloam eruit ziet, jongens. Ik ben er helemaal trots op. Ik vind het echt super goed gelukt. Dus laten we gewoon eventjes kijken hoe dit allemaal klinkt, jongens. En ik ga er ook even mee spelen. Ik denk dat Vloam echt absoluut mijn favoriete slijm ooit is. Want kijk hoe geweldig dit is. Laten we proberen om er een balletje van te maken. Niet alleen klinkt het geweldig, het is gewoon super makkelijk om er ook vormpjes mee te maken. Dus je kan er gewoon heel erg fijn en leuk en lang mee spelen. Kijk hoe tof dit eruit ziet, jongens. Het voelt zo lekker aan. Het is gewoon echt een bal waarmee je kunt spelen en gooien en hopelijk ook stuiteren. Laten we kijken. Wow, oh my god, hij stuitert echt heel erg goed. En het klinkt ook zo lekker in je handen. Woe! Yes! Even kijken wat er gebeurt als ik dit doe. Het klinkt heerlijk en het is gewoon geweldig. Het voelt zo tof aan. Dus van mij krijgt hij niet één, niet twee, maar 3 duimpjes omhoog. Yes! Als je deze video helemaal tot aan het einde hebt bekeken, dan kun je dat bewijzen door in de reacties het codewoord achter te laten. En het codewoord van vandaag is Vloamazing. Ik ben heel erg benieuwd wie dit allemaal heeft gezien. En vergeet ook zeker niet om deze video ook een duimpje omhoog te geven. Omdat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!